Ja, onze wedstrijd van heren 1 gaat ook binnenkort bijna beginnen, dames en heren. Jullie presentatoren zijn weer Hugo van der Zanden en Thijs de Weert. De teams zijn nu aan het opstellen voor het voorstellen. 1 moment alstublieft. Goedenavond allemaal. Welkom bij de wedstrijd tussen Arethusa Heren 1 en de Venne Heren 1. We gaan beginnen met het voorstellen van onze uitgasten. Met nummer 1, Casper Broeks. Nummer 2, Lars van Oosterbos. Nummer 3, Keno Sahman. Nummer 4 en aanvoerder, Tom Wolf. Nummer 5, Mart Grauwmans. Nummer 6, Thijs in het Groen. Nummer 7, Geert Huiben. Nummer 8, Teun van Dongen. Nummer 9, Niek Ritman. Nummer 10, Tim Schalken. Nummer 11, Luc van Loon. Nummer 12, Koen Hiemstra. En nummer 13, Remco Jonkers. Hun coach is Rob van Uden. Gaan we verder naar de thuisploeg. Met nummer 1, Max Meijer. Nummer 2, Axel Vaas. Nummer 3, Brian van Breda. Nummer 5, Jip Ulijn. Nummer 6 en aanvoerder Mats van Kempen. Nummer 7 Jasper van Galen. Nummer 11 Lars van Schaik. Sorry, nummer 10 Ruben van Rijen. Nummer 12 Luc van den Besselaar. En nummer 13 Roel de Weert. Hun coach is Mireille Klaasens. De wedstrijd staat onder leiding van meneer Den Brasem en meneer Jielissen. Een fijne en sportieve wedstrijd allemaal. Wij mogen gewoon al lang praten. Ja, het voorstelrondje is geweest, dames en heren. We gaan zo meteen van start. De Venne heeft er zin in. Wij hebben er zin in. Ik hoop jullie thuis ook. Ja, er staat hier echt op het punt van beginnen echt een kraker tussen de twee. Ik had het al eerder gezegd, maar even voor de duidelijkheid. Bij de uitwedstrijd had Arethusa net verloren met 9-8. Dus Arethusa heeft alles te bewijzen. En de Venne heeft natuurlijk ook te bewijzen dat het geen geluk was. Dus het zal hopelijk een titanenstrijd worden. Ik moet wel zeggen, Thijs, die mannen van de Venne zien er best wel fit uit. Ja, ze komen ook met genoeg. Dus ze kunnen ook lekker doorwisselen. Ja, die coach is er al echt jarenlang. Oud en vertrouwd. Het is een combinatie van ervaring en inderdaad snelheid. Ja, ik ken hem eigenlijk, ik weet niet beter dan dat hij hier bij de Venne zit. Nee, ik ook niet. En ik speel toch al 20 jaar waterpolo. Zijn leeftijd gezien, dan doet hij ook wel langer mee dan 20 jaar. Hoe kan jij zijn leeftijd schatten vanaf deze afstand? Karakop, walrussnor is meestal niet van de jonge garde tegenwoordig. Nou, scheidsrechters staan klaar. Maar wij zitten komen met de jaren, dus... Scheidsrechters staan klaar, Arethusa duikt erin en de Venne liggen ook al klaar. Wij kregen het verzoek voor meer in-depth commentaar. Oh, het zwembad water, ja, van Arethusa. Oh. Het zwembad water is 2 meter diep, dus dat is diep genoeg.
En 12,5 meter breed. 12,5 meter breed, 25 meter lang. 25 meter lang, hè? 25, ja. Oh, okay, ja. Nou, we gaan van start. Belangrijk moment. Jip Ulijn heeft hem net niet. Jammer. Maar helaas, niks aan te doen. We zijn al flink van start. Zo! Hij kwam iets te lomp los. Ja, mag niet. Wordt bestraft met een tegenbal. Ah, maar Luc die gaat er dan wel professioneel mee overweg, hè? Gewoon, oh, oeps, kruiken, map, klaar. Oh, oh, bal wegspelen. Goed niet. Zo, hij ligt er met twee handen onder met voorheen. Dan speelt die bal die met voor en is je weg. Nu niet meer. Niet te lang. Nee. Ze liggen erop met de vennen. De tweede man was er heel snel terug. Roel laat wel makkelijk van zich afbijten. Ja, het is een hele makkelijke manier om heel snel pace te pakken. Ja. Het zijn de stomste pace die je kan pakken. Dus dan beter dat je na het gewoon ietsje later aansluit. Oh. Blauw 5. Ik ben even op mijn lijstje aan het zoeken. Macht Grouwmans. Mooie goal. Ja, keurig. Gewoon goed losgekomen en een mooi ingeramd. Kijk, heel goed gespeeld van Luc. Uitsluiting van blauw 10. Luc Willem krijgt hem niet. Even opstellen. Oh, oh, er gaat iets fout. Ja. Er gaat iets fout. De ene scheidsgaf 11 aan volgens mij en de andere 10. Dus er is even oneenigheid. Scheids vindt het duidelijk zat. Die geeft aan, het was inderdaad nummer 10 die eruit moet. Dus nummer 10 wordt terug naar het hoekje gestuurd. En dan, als het goed is, ga ik ervan uit dat wij deze aanval opnieuw mogen spelen. Dit moet opnieuw. Dit zou opnieuw moeten, want je gaat terug naar het laatste bekende moment. En dat was de uitsluiting. Dus die uitsluiting zouden ze dus opnieuw moeten kunnen spelen. Het scheelt maar 10 seconden. Dus de... Ja, maar het is toch wel 10 seconden die je gewoon kunt gebruiken in een wanmeersituatie. En dan komen die 10 seconden vaak goed van pas als die bal goed laat rondgaan. Oeh, eerste tempo jongens, eerste tempo. Oh jongens. Slordige bal. Dit is jammer. Ja, de druk staat erop natuurlijk, maar... Oh. Dit wordt wel een wedstrijd waar we het publiek veel zullen gaan horen. Ja, beide kanten zijn natuurlijk erg fanatiek. Ook de Venne hadden een aantal supports meegenomen. Oh, kijk aan, Roel, ga mee, dan heb je een man meer. Hup. Hele. Ja, ja, hoppa. Mooi vrijgekomen daar. 1-0 door, 1 op de keeper. Hoppa. Hij zat wel, hè? Hij zat, hij zat. Ik had een dode hoek hier, ik kon net niet zien. Nee, ik kon hem heel goed zien. Hij zat voor mij achter de paal en dat is een doelpunt. Luc van der Besselaar. Luc van der Besselaar, ja. Mooi afgemaakt. Ja, zo heet hij het liefst, 1-0 op de keeper. Succes, keeper. Succes Kasper, onze keeperstrainer. Ja. Ja, sommige mensen zouden zeggen belangenverstrengeling. Nou, in dit geval niet. Maar in dit geval denk ik dat hij wel zijn belang op orde heeft. En helaas niet zoals wij het liever zouden hebben natuurlijk. Maar anders heb je geen spannende wedstrijd. Pak hem toch, Axel. Zet die druk er eens op, hou die binnenkant. Ja, ja, afhouden. Heel goed. Je zag dat de mid voor die pakte met zijn andere arm waarmee hij niet de bal vast had, duwt hij de speler weg en trekt zijn arm mee en dat mag niet. Dit is te snel. Heel mooi tegenhouden van Kasper. Ja, hij is onze keeperstrainer niet van niets, hè? Nee.
Als ze niet kon keepen, dan was ze niet onze trainer. Hele mooie ballijn, waardoor ze de bal niet kwijt kunnen. Kijk daar. Heel goed. Hij zei, scheids zei, je duikt erin. Dat mag niet onderduiken. En dat is een aanvallende fout. Bal op midden, een kleine man meer. Oh. Brian had hem graag teruggewild tot de midvoor. Want die kwam nog steeds door, ze liet hem met rust. Maar Axel zag het niet en ging voor eigen succes. Enige jammer is dat hij dan blijft balen daar op die midvoorpositie. Ze missen hem nou eigenlijk wel. Ja. Hij is weer aangesloten inmiddels ook maar. En weer een vrijbal mee. Luc krijgt hem voor. De speler stapt half over. Op de hele. Hij heeft wel pijn aan zijn vingers volgens mij, maar hij heeft hem gestopt. Dat mag wel. 3 minuten intens bezig. Ziet het aan de mannen. Allebei de kanten. Zo. Hij hoort zichzelf helemaal achterover. In plaats van voor naar de bal te springen. En dat mag niet. Arm wordt vastgehouden, vrijbal mee. Goed gezien, over de hele. Oeh, die komt terug. Even terug. Leg maar mid. Scheidsfluit af voor het vasthouden. Hij probeerde het maar vanaf daar. Hij probeerde hem te schieten, maar Blauw 6 dacht dat het een hele harde paas was. Volgens mij is Blauw 10 een beetje wanhooppoging aan het uittesten. Ja, het is een ervaren en goede speler. Maar hij heeft af en toe een iets wat kort lontje. Dat zien we nou heel goed terug. Of de situatie was of gewoon dat hij dacht van ik zal het een keer proberen, dat weet ik niet. Dat zien we nou heel goed terug. 40 seconden aanval. Dat is niet zo slordig. Man meer. Scheidsrechter vond dat geen uitsluiting. Vond dat Roel onderdook. In de slagdook. Ik dat hij zou rammen, maar die was gewoon als paar bedoeld volgens mij. Gooit de blauwe team nou al de wedstrijd weg? Ja, ik meen dat het gewoon een fancy paas was. Maar daarna vindt hij de bal. Uitsluiting, blauw 13. Hey! En de 5 meter, blauw 13. Denkt, ik duw hem nog even weg. Roel maakt daar goed gebruik van. Ja, het is een heel duidelijke taal. En een uitsluiting. Eerst een uitsluiting en vervolgens is een 5 meter omdat ze zich bemoeit met het spel. En we zien daar Luc van der Besselaar, die ligt klaar. De 5 meter koning. De 2 blauwe spelers liggen op dezelfde lijn. Die moeten 3 meter afstand en op de 6 meter gaan liggen. En normaliter krijg je 1 waarschuwing en daarnaast een UMV. Hij dook de goede hoek in, zat er eigenlijk heel goed bij. En toch net niet kunnen houden. En dan sta je van 1-0 achter, sta je nu 2-1 voor. Hier zitten onze mannen er wel gelijk volop. Zodat ze die bal niet kwijt kunnen. 10 seconden zijn al voorbij. Hij ziet gewoon die hoge druk als de schot maar niet kan komen. Lekker Max! Goal is voor de backhoop, lukt het niet. Proberen we dan nog los te schieten. Maar die Max die heeft hem. Is ook wel zijn kracht natuurlijk. Het is een reactiekeeper.
Oeh. Hij werd daar teruggehouden, maar scheidsrechter niet gezien. Vanuit onze positie zie je dat wel iets beter. Ging ook wel snel. Het ging ook wel snel. En dan is er nog de vraag, dan moet de scheids beoordelen, heeft hij dan wel bij ons geweest? Ja. Oh, en een aanvallende fout op de midvoor. Ik weet niet wel voor ze. Ja, de scheids maakte, maar dat maakt niet uit. Nee, dat die Sian. Oh. Ja, oké, deze vind ik terecht gefloten. Ja, het was een slordige paas en het enige wat Brian kon doen was aan zijn arm trekken. Ja, mag niet. Twintig seconden en 30 seconden totaliteit. Oh, daar gaan we, daar gaan we. En kom op, Jippie. Zijn door, jongen. Oh. Luxini, ja. Ja, slechte paas. Afstand veel te groot. Scheidsgaf aan. Dan ben je niet in balbezit. Is het niet een ene kans. Nou, had er hinderen, had geen verschil gemaakt. En dan is het toch weer blauw in aanval. Kijken of ze het gelijk kunnen maken. Hij draait heel veel rond. En er komt heel weinig uit. En dat is einde periode. We gaan even naar een bericht van onze sponsor. Tweede part gaat beginnen, Thijs. Ja, ja, spannend. 2-1. Op zich zitten we nu nog aan de goede kant. Wat een pot, hè? Wat een pot. Jeetje, mineetje. Het is altijd een rivale partij tegen de Venne. Altijd al geweest. Het gaat altijd hard fysiek aan toe. En het is aan de scheids om dat een beetje goed te begeleiden. Dat doen ze toch best prima, vind ik. Ik vind dat ze ook best prima doen. Het is heel duidelijk waarvoor ze fluiten. Wat ze willen zien en wat ze vooral ook niet willen zien. Geen gouden hoer, gewoon duidelijk. Dit willen we, klaar. Ze hadden de bidons nog op de 2,5 meter staan. Ja, dat is scheidsgebied, hè? Ja, moet ze gewoon helemaal netjes achtergelaten worden. Hoppa. Kijk, Roel heeft hem netjes. Nou, 3-2. Roel kijkt, Roel kijkt. Jip, ga mee. Ga eens mee, joh. Oh, jongen. Hele. Ja. Oeh, net is te ver. Ja, en nou is iedereen weer compleet. En dit is jammer. Dit is jammer, want je had gewoon een 3-2 situatie gewoon heel makkelijk had kunnen uitspelen. En nou is hij weer aan het toveren. Snelle paas. Oh. Blauw 7 ging daar overheen, over de speler heen. Dat mag natuurlijk niet. Dus een uitsluiting. Gelijk door, 14 seconden. 14 seconden, lekker rondspelen. Tempo zit er goed in. Ryan schiet, oh jammer. In het blok, tweede aanval. Bij het nieuwe 20, ja. Bijna terug. Oh, ja. Oh. Je ziet hem ook balen, die Kasper. Jasper van Galen, dames en heren. Jasper van Galen. Hij weet zelf de helft van de tijd ook niet waar hij schiet. Maar dat helpt hem alleen maar bij de keeper. Ja, goed dat Jip even wisselt. Het is niet nadelig, maar hij moet even zijn rust bewaren. Hij zit nog net niet helemaal lekker in de wedstrijd volgens mij. Nee. Dus dan is af en toe gewoon even rust en resetten. En dan hopen dat hij dadelijk wel goed kan knallen. Daarvoor hebben we topcoach Mirai om dat goed te kunnen zien. Ruben zit mooi in die ballen.
Scheids zegt gewoon voordeel, heel netjes. Scheids geeft voordeel, die loopt de bal al voorover, dus het doet er niet toe dat hij zijn handje nog net niet helemaal losliet. Deed niet mee met het spel. Ja, 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 Ruben van Rijen. Vrij komt en kan scoren. Dus dan is het ook een juiste beslissing van de scheids. Ja, daar gaan we weer. 4-1. Ja, als ze dit kunnen voorzetten, maar ook de heer 1 heeft altijd last van die derde periode. Dit is een uitsluiting voor Luc van der Besselaar. Hij hield hem met twee handen vast, terwijl Blauw 12 door wilde starten. Zit er toch te veel op, hè? Daar zit er toch net te veel op. Ja, hij kiest op dat moment, kiest hij. Oeh, loopt zo. Ja, goed, goed afgemaakt. Blauw 10. Ik wil zijn naam noemen, maar jammer genoeg is hij in de app afgeschermd. Het blijft dus voor ons Jane Doe. Of afgeschermd. Ja, afgeschermd. Maar wel een prachtig mooi doelpunt. Goed gezien. Ja, die man die weet donders goed wat hij aan het doen is. Ja. Met alles wat hij doet in het spel. Oh, kijk aan. Brian lokt hier gewoon een vrije bal uit. Waarom zijn we niet aan het opstellen in de tweede lijn? Goed zo. Heel goed. En boom. Oei, 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 oei. Hey, En terug zwemmen. Ja, en twee komen nou vrij door. Pak hem, pak hem, pak hem. Max heeft die andere. 1-0. Nee, door dat kleine hoekje, hè. Max vraagt zich ook af, waar was de verdediging? Teun van Dongen, heel netjes afgemaakt. Wordt wel tijd tot hij zijn foto in de app gaat verversen. Vernieuwen. Nog een foto uit de zee. Ja, die heb je er af en toe bij zitten. Je moet één keer een foto uploaden en dan ben je de hele tijd ben je weer zoet. Best komisch. Hier zien we weer grote duels terugkomen. Jip ligt erin, vrije bal voor Jip. Ligt hem op. Oeh. Nee, hier. Oh, is. Wat er in de hoek aan de hand was, dat weet ik niet. Dat weet niemand. Ik gaf in ieder geval gewoon duidelijk aan. Ik speel nou gewoon door, jongens. Bal. Max had er netjes aangeraakt. Oh. Max geen bal onder. Maar hier ligt het helaas geen bal onder. Scheids beoordeeld. Scheids gaat nu teruglopen en zeggen dat ze rustig aangedaan moet worden. Niek Ritman. Heel netjes afgemaakt. Goeie balvastheid. Ja, en dat hebben al die mannen van de Venne wel. Die kunnen ook fysiek altijd goed omgaan met de stress. Zo komt er, wordt er druk gezet van achter. Max had hem aangeraakt, dus ik vond het heel knap dat hij hem hield. Oké, we gaan door. Jappie in het midden. Nee. Oeh, uitsluiting, blauw 7. Ging er met twee handen overheen, dat mag niet. 1-0. Oeh. Heeft bijna heel de woodwork gehad. Onze mannen voelen de stress thuis. Maar hij zat naar die. Oh, en over de hele. Oh! Ja, nog even een vingertje naar het publiek. Naar de thuis of de uitsupporters. Lars van Oosterbos. Jongen, jongen, wat een bal. En zo nonchalant ook gewoon. Heel nonchalant. Eerste backworp. Daar zag je Max los springen. En daarna gewoon zo'n zuivere lopschot ervan maken. En gewoon niet kijken? Gewoon niet kijken, gewoon blind. Jongen, jongen, jongen. Max kon al niet meer volledig springen. Ja, dit is weer een uitsluiting. Weer een uitsluiting voor blauw 5. Of ja, niet weer voor blauw 5, maar wel op de mid voor. Blauw 6. Volgens mij. Ik zie 5. Blauw 6 ligt er nog steeds. Heel mooi afgemaakt. Ja, ja. Korte paas, lange hoek.
Luc van den Besselaar, we hebben wel een wissel nodig. Oh, Rob krijgt een gele kaart. Ja. Aan de ene kant wel, ja. Ja, dit is gewoon een heel duidelijk signaal. De scheids wil gewoon niet dat er geroepen wordt door de coach. Coach moet coachen en coach moet niet de scheidsrechters gaan trainen. En dat is dit duidelijk signaal. Met voort in de ballen uitverdedigd. Wat zit hoge druk. Maar wel eens afhouden. Oeh! Thijs in het groen. Hij is niet in het groen, hij is in het zwart en geel, maar hij heeft hem wel mooi afgemaakt. Ondanks dat de tegenstander is Thijs, hebben mooie acties. Ik moet ze toegeven. Mooie waterpolo, blijf mooie waterpolo. Ja, luister, dit is gewoon mooi om te zien. Het gaat heel gelijk op. Laat de stand ook zien, 5-6. Oh, wat is dit voor een paas? Dat kleine foutjes het verschil kunnen maken. Net zoals dat een klein foutje was. Gemoederen lopen hoog op. En naartoe, hij gaat schieten. Hij legt hem op mid. Oh, hij gaat niet schieten. En die paas was veel te ver weg, geeft de scheids ook aan. Lozee verklaagde eigenlijk dat hij werd vastgehouden, dat klopt. Maar omdat het geen verschil maakte, omdat de keeper veel eerder bij de bal was. Maakt niet uit, Brian krijgt een bal. Kijk waar doorzetten. Vrije bal. Jongens, spelen. De bal kan niet echt rond. Eindelijk. En er ligt niemand beschikbaar. Oeh, bal onder. Ja. Ja, helaas. Bal onder. Dit was mooi, ja. Ik had ook een U20 begrepen. Ja, maar bal onder was eerder. Eerst ging de bal onder en daarna pas de speler. En als verdediging heb je dan goed je werk gedaan. Nee, daar op de midvoorpositie. Mats is flink aan het strijden. Ja, Jip. Afstand van de vrije bal. Moet je geven. Time-out. Time-out te plannen. Time-out pakken mooi dit moment. Ze hebben nog 16 seconden aanval. Dus ze willen gewoon rustig opstellen, hergroeperen. Zij weten ook hoe belangrijk dit doelpunt is. Rob kiest ervoor om even toch dit momentje te nemen, terwijl ze iedereen daar lag. Ja, maar toch, je kunt beter gewoon een goede aanval. Je kunt dadelijk toch wel opstellen, dus iedereen ligt er dadelijk ook nog steeds. En dan is gewoon duidelijk een plan, zo gaan we spelen. Misschien is het iets anders dan dat ze in de voorbespreking hebben besproken. Dat weet ik niet. Ik ben benieuwd wat ze laten zien. Hij legt in ieder geval nu iedereen op de posities waar hij ze het liefste heeft. En dan gaan ze hem zo ook, doorspelen. Ook voor ons heel positief om goed te kunnen liggen. Ja, ook voor ons is het natuurlijk gewoon heel fijn, want ook wij kunnen een plan van aanpak opstellen. Spelen rond. Gaan door. Mooi paas. Kijk. Lijn naar het schieten. Oh, hij glimt van zijn hand af. En dat is alles wat je nodig hebt. Kom op jongens, tegenaanval. Mats Frulik rechts voor vrij. Jip krijgt bal. De paas is niet helemaal top. Dus iedereen heeft tijd om fatsoenlijk op te stellen. Bal gelijk weer op de mid voor jongens, dat hoeft er niet. Ik weet niet of dit een paas was, maar dat was heel netjes. Ja, het was de paas om te stuiten. Kon Blauw even van onder met zijn hand erbij. Oh, hij heeft de vrije bal en hij wil het door. Nee. Hij geeft aan, Blauw 10 geeft aan dat hij duikt. Mag niet duiken, Blauw 10 is het er totaal niet mee eens.
Maar ja, je zult toch moeten doen met de scheids. Man meer, kom, hup. Leg die bal over de hele. Lars sluit aan. Oh, ja, Brian Herkansing. Okay. Oh, scheids wil de bal. Nee, Boutiste een besluit, vind ik gek. Hij zegt, geef vrije bal aan. Vrije bal voor Blauw. En we laten het spel weer beginnen. Het was 7 seconden. Net is te veel chaos. Ja, laat maar 1 seconde. Dit is de periode, jongens. Klaar. 5-6, tweede helft. Ja, en de derde periode is normaal onze zwakste periode. We gaan het zo meteen zien, Thijs. Na een bericht van onze sponsoren. Ja, we mogen weer. Derde periode. 5-6. We gaan het zien, Thijs. Ik vind het spannend. Nou, dat kun je wel zeggen. Potverdikkie. Ja, het zweet loopt van mijn voorhoofd. Kan ook net iets wat warmer hok zijn. Kan ook van de warmte van hier in het zwembad zijn, maar... Spanning van de wedstrijd. Spanning van de wedstrijd. Hij wou wel schieten. Wou wel schieten. Oh, kijk, heel mooi tegenhouden. Oh, Max, waarom leg je die bal toch niet af? Ligt niemand echt vrij? Een boogballetje. Op de wit voor weer, op de wit voor weer. Keeper die weet dat ze achter een verre uit aankomen. En die zei, nu niet. Nee, Kasper heeft het gewoon goed gezien. Ja. Je kan er ook wel van uitgaan dat de Venne voor zo'n wedstrijd ook op traint, zeg maar. Ja. Ze weten dat we gewoon twee hele sterke... Goeie redding. Lekker, Max. We hebben twee sterke met voorzien die ook elkaar de hele tijd kunnen afwisselen wat dat betreft. Oh. Uitsluiting, blauw 2. Dat vind ik goed uitgelokt van Luc. Wat doet Jip nou? Oh, Jip, jongen. Je hebt 20 seconden aanval. Nog wel meer, want het was halfwege de contra. Ja. Oh. Zou dit een gevalletje paniekvoetbal zijn? Nee, Jip zou dat zomaar kunnen. Maar Jip ziet af en toe ziet hij niks anders dan het goal. Hey! Hey! Oh! Hey, oh!
Ja, wij zien het vanaf hier, zien we het luid en duidelijk dat die blauwe 7 gewoon slaat boven water. En dat is eigenlijk een UV. Maar de scheidsrechter had het vanuit zijn hoek niet kunnen zien. Nou, het gebeurde vlak voor zijn neus. Het gebeurde wel vlak voor zijn neus, maar hij keek al half weg, dus hij heeft het gewoon niet kunnen zien, denk ik. Legt hem op mid. Gaat hij hem afmaken. Kijkt de kant. Oeh, echt hulpje. Lekker hoor, de gelijkmaker. Het publiek gaat wild. Ah, daar kan hij goed, hè. Ik sprak al eerder over dat we twee gevaarlijke midforce hebben. Je ziet nu ook waarom. Geef ze een klein beetje ruimte en hij zit gewoon. Holdewit pakt hem gewoon heel mooi. Ik zou wel willen zeggen dat hij van mij heeft geleerd. Maar dan zou ik toch heel hard liegen. Oh, 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 ja. En een vrije bal tegen. Onsportief spelgedrag. Ja, hij heeft een grote mond. En dat wordt natuurlijk niet beloond. Zijn we hier niet van geniet. Oh. Dit is jammer. Dat is wel jammer. Hij was al dermate ver doorgestoken dat hij ook in een erg moeilijke hoek lag om dan nog te kunnen scoren. Ah, maar de keeper lag ook wel heel snel in die hoek. Had hem ook gewoon gezien. Dat is een van de sterke punten van Kasper, is dat hij altijd overzicht kan blijven houden. En ook heel snel kan verschuiven. Nou, Tien is wel aan het jammeren, Thijs. Ja, ik zei al dat hij af en toe een kort mondje had. Dat was een mid-voorfout, aanvallende fout. Op de lat. Oh, 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 oh. Even focus weer terug, jongens. Nou, 7 wil wisselen. Dat is best wel een foutieve wissel wat ik zag daar. Maar ja, ik snap, Skyes kiest ervoor. Aanval uitgespeeld. Want hij komt van best wel ver. Weer een mid-voorfout. En met zijn loskomen doet hij de hele tijd van zich af. Hij duwt daar ook weer de hele tijd van zich af. Skyes accepteert het niet, stuurt Blauw 2 eruit voor het afhouden en het hinderen van het spel. Roel vraagt om een time-out, Mirai geeft hem niet. Nee, Mirai wil gewoon doorspelen. Wil het momentum gewoon blijven gebruiken. En het wordt in dit geval ook beloond. 7-6, Ruben van Rijen. Ruben van Rijen met hartje in de camera. Houdt van onze kijkers. Ik denk voor zijn vriendin die aan het werk is of thuis kijkt. En de rest van de kijkers. Publiekswissel gaat er ook uit. Ja, ja, hoort erbij. Roel vindt het ook wel even mooi geweest. Nou, ze zijn wel flink aan het strijden hoor, Thijs. Want ja, naarmate deze wedstrijd verder gaat vorderen, gaat het niet vriendschappelijker worden, denk ik. Nee. Absoluut niet. Bal onder. Hij zegt van niet, maar je zegt gewoon bal mee. Zo. Dat leek voor mij bij het hoofd. Nou, Axel, een beetje minder aanstellen en gewoon die bal pakken en spelen. Ja, goed gezien. Nee, wat doe je? Ja, je hebt gaan schieten. Oeh. Oeh. Nog een keer, nog een keer. Pakken, pakken, pakken. Nieuwe aanval. Kom op. Je hebt speel door. Axel speel door. Mijn bal. Leg op mid voor, leg op mid voor. Nee. Nee. Te laat. Ja. Oeh. Oh. Hij kon er toch nog iets van toveren. Hij kon er nog net iets van toveren, maar het was niet heel veel. Net niet genoeg helaas. Terwijl als die bal de eerste keer al gelijk gespeeld was, toen lag er nog ruimte. Maar daarna lag er alweer een tweede man bij. Pot voor drieën. Ja, we staan hier toch te springen in ons hok hoor. Oh, oh. En een vrije bal tegen. Ja, bal was niet onder water. Bal was niet onder water en ze trekken hem wel gewoon weg. Ga is door. Kijk vooruit, kijk vooruit. Vijf. Nee, bal vast.
Balvast? Schuit geeft aan, het was balvast en hij lag op de rug. Dus het was geen 100% doelkans en dus geen 5 meter. Oké, nu je hem zo uitlegt, geef ik je gelijk. Ja, ik had wel die 5 meter gefloten daartegen. Maar achteraf denk je? Nee. Maar ik snap wel waarom hij daar bewust kiest om hem niet te fluiten. Oh, heel goed. Hij pakt hem weer. Heel mooi in de ballijn. Goed gedaan. En doorbraak. Zwem door. Kijk rond. Naar... Geef af. Aantrekken. Geef af. Zwem door. Oh. Axel, je zwemt op een slakkerang. Je zwemt de aanval ook niet. Nee, dicht, je schiet. Oh. Jippie Lijnvraag, wel gelijk netjes even de wissel aan. Wow, wat een kanjer. Wat een moment, jongens. Ja, veel zuiverder heb je ze ook niet. Wat een schot. Ja. Oh, Schijs vraagt iets. Schijs komt nu aanlopen. Oh, even wachten. Schijs vraagt bal op. Hij keek achter zich, maar ja, die Schijs was al lang en breed onderweg. Oh, Schijs legt iets uit aan de coach. Ja. Hij legt uit waarom hij iets heeft besloten om te fluiten of niet te fluiten. En dan zeg ik dat het daarmee gedaan is. Volgens mij was voor de coach niet helemaal duidelijk wat er nou precies was gebeurd. Ja. Volgens mij maakt het ook niet zoveel uit, maar... We gaan het zien. Ik neem aan dat we gewoon gaan spelen. Ja. Oh, ja, publiek horen wij heel goed hier. Sommigen hebben een iets herkenbaardere stem dan anderen. Ja. Oeh, binnenkant. Ja, vrije bal. Netjes. Niks aan de hand. Hij geeft ook aan, hij ligt in de lijn. 5 meter. Wel 5 meter? Oh, toch wel 5 meter. Oh, 5 meter. Ik zag alleen de scheids aan de overkant. Misschien dat... De scheids aan deze kant toch heeft gezegd, het is een 5 en geen vrij bal. Oh, hij zit nu! Hij schiet hem op de paal. En het is een sprintje. Hey. Bal 1. En vrije bal tegen, want hij ging er overheen. En dan als je nou snel zwemt... Maar... Gewoon... Brian zet goed zijn lichaam ertussen. Vrije bal. Speel door, kom op. Speelt hem. Oh, hé. Hey. Hij zegt, je trok hem naar beneden. Discutabel. Dat vond ik zeer discutabel. Ik vond dat hij werd tegengehouden. Je zag ook duidelijk dat Blauwe 6 de arm terugtrok. Terwijl hij lag er vol bovenop. Hij er naartoe wilde stappen. 8-7, heel moed. Geert Huiben, hard gevochten voor deze plek en ook dit doelpunt. 2 man eromheen en dan nog kunnen scoren. Dat is goed gedaan. En dan staan ze nog maar 1 puntje voor. 1:04 in deze periode nog. God, wat een spannende wedstrijd hier. Ik hoop dat het voor jullie mensen thuis ook zo spannend is als voor ons. Zo! En een uitsluiter, want hij zat aan het hoofd. Hij zat aan het hoofd, dat is heel duidelijk. En een doelpunt. Snel hoefde niet. Ze waren nog bezig met argumenteren met de scheids. En dan wordt gewoon gelijk bestraft. Kasper zegt ook, maakt niet uit. Gewoon doorgaan. Niet miepen. Het was wel heel duidelijk dat hij aan het hoofd zat. Hij zat de hele tijd aan zijn hoofd. De tafel. Ja, niet nog gewoon door. Maar op een gegeven moment komt die bal daar en dan is dat toch heel makkelijk afstraffen. Oh, Jappie snapt nog steeds niet hoe je clean kan verdedigen. Nee, je hoopt altijd dat als hij zover in die tweede lijn ligt dat je dan... Max, wat een redding. Super Max. Vanuit de tweede lijn hoop je altijd gewoon net genoeg druk te zetten dat je geen vrije bal veroorzaakt. Want vanuit de tweede lijn kunnen ze vaak schieten als het buiten 6 ligt. Schijs geeft aan dat het duidelijk was. Voordeel. De andere kant op.
Ik zie de coach jammeren, maar het was gewoon voordeel en klaar. Ja, je ziet ook gewoon die bal is over de hele gespeeld en die komt naar Brenna door. En hij zet af en hij geeft een grote mond en het is een uitsluiting. En dan gaan we toch weer mooi de andere kant op. En het is een time-out, 14 seconden in de derde periode. Man. Zo, dat was even heel veel. Het bericht is duidelijk. Ik hoorde nog een fluitsignaal, maar ik weet niet waarom. Oh, voor Blauw 10, die nu daar lag. Blauw 10 naar de andere kant. De tandjes. Ja. Ik moet plassen. Dit is zenuwplasje. Maar ik wil blijven kijken. Het is toch een andere huishoudelijke mededeling voor onze luisteraars. Oh. Als ze dit nou kunnen verzegelen en met 10-7 de vierde periode in kunnen, dat zou toch mooi zijn. Hebben ze hard gestreden. Vier man, 2 P's. Kunnen ze bijna een halve bank uitschakelen zelfs. 10 seconden. Ja, niet vergeten dat die blauw 10 staat op scherp nou. Nog één persoonlijke fout en hij mag niet meer meedoen. Oh, kom op jongens. Hij schiet. Ja. Doelpuntje Roel de Weert. Met nog 2 seconden te gaan. 10-7. Roel de Weert. Misschien horen jullie publiek ook. Thijs, ben je nou trots op je broer? Ja, zeker. Altijd. Ja. Ja hoor. We gaan even kort naar een bericht van onze sponsor in deze hele spannende wedstrijd. Ja, we mogen weer. Vierde periode. De spelers liggen klaar. De scheidser die komt eraan. En mijn collega ook. I'm back. Ja, dit wordt nog wel. Als ze deze voorstand gewoon vast kunnen houden, dan zou dat natuurlijk ideaal zijn. Pot voor Dickie. Hij probeert alles eraan te doen om hem te krijgen. Hij doet alle trucjes die je meer kan bedenken. Oei. Lars van Oosterbos. Dat is pas eerste tempo. Dat is echt eerste tempo. Je ziet ook gewoon, je denkt ook die aanval gaat maar langzaam. En een toek en een doelpuntje. Netjes, heel netjes. Linker 6-6.
Oh, opletten. Wissel met voor. Wordt bij zijn zwembroek gepakt, maar Schijs ziet het niet. Die vindt gewoon doorspelen, want dan gaat hij voor de bal. Stap eens naar die bal toe. Dat kan niet. Hoe kan de tijd doorlopen? De tijd heeft dan nog wel net doorgelopen. Dat is een tafelfout. Oh, 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 oh. Tafel. Nou, dit is thuistafel. Thuistafel. Dat is toch wel extra zuur altijd inderdaad. Oh, Roel. Roel moet eruit. Ja. Roel zegt dat hij onderdook. Maar hij stapte af en Schijs vond toch iets anders. En het is gelijk een aanvallende fout voor dezelfde man die de U20 meekreeg. Want Axel gelijk liet zien dat hij het vasthouden. Ja, heel mooi. Op zijn hoofd. Pak af. En erin. Hoppa. Lars van Schaik, zijn tweede wedstrijd van de avond. Maakt hem niet uit. Rampt hem gewoon erin. Energie genoeg, die jongen. Oh. Kan altijd wel dubbelen. Zal hij zelf ook wel leuk vinden, denk ik. Publiekswissel, hè? Hij gaat eruit. Hij denkt, ik heb mijn taak gedaan. Nu ben ik moe. En pak maar de rust, jongen. Dat mag wel. Dat dubbele is wel weggelegd voor jou, Lars. Gaan we weer door. De Venne kan de bal niet kwijt. Oh, dit is weer die scherpe paas weer. Hier in de ballijn verdedigd. En als die bal dan echt niet precies perfect komt, dan heeft de verdediging hem. En dan heel kunnen wij mooi weer aanvallen. Dit was heel mooi verdedigd. Heel goed heel verdedigd. Eerlijk. Brian van Meudra. Oh, de hele lange paas. Oh. En dat is wat zeggen. Hè. Dan moet hij als de paas perfect komt. En dit was een perfecte paas. En die wordt gelijk benut door Luc van der Besselaar. Die ook zijn rust even heeft gepakt. Ja, ik heb blik op de coach en het team. Die zitten naar de scheidsrechter te kijken van ja joh, het is gewoon afduwen. Was dat zo? Hij lag er al 2 meter vanaf, dus ja, als hij heeft afgezet dan was het wel heel ver van tevoren. Ja. En de bal lag pas in de tweede lijn toen. Ja. Ruben, niet zoveel doen. Kijk, goed zo. 10 seconden alweer voorbij. Hoppa, hij schiet in het blok, hij gaat er langs, hij wordt vastgehouden. Scheids kijkt ernaar, maar Scheids beoordeelt niet. Beiden zijn ontevreden. Aanval gaat gewoon door. Hij komt vrij. Boom! Oh. Jongen, jongen, jongen. En de vrijbal tegen en dan gaat hij weg. Oh, dat is zo zuur. Hij was zo goed vrijgekomen. Ah ja. Ruben naar buiten. Overstappen. Goed zo, overschakelen. Goed zo. Iedereen ziet vast. Waaronder. En gaan. Roel legt hem over de hele 1-0. Kom, sprintje. Peper in die reet. Oh, joh, op de paal. Ja, de peper zat erin. Die peper alleen zat niet erin in de bal. Ja. Het is toch net jammer. En we zijn Tennessee een 2-1. 5 gaat voor. Hij gaat dus voorzwemmen. Tactische keuze. Hij draait weer om. Bal wordt doorgetikt. En veroverd. Goed gezien van Brian. Brian denkt even die rust houden. Kijken waar hij die bal rustig kan plaatsen. Ja, heel goed. Als laat hij maar aanbiedt, dan hoeft hij die bal ook niet kwijt. Laat maar opstellen. Ze staan even voor tenslotte. Even die tijd benutten. Vrije bal. Herpakken. Over de hele. Oh, slechte paas, Axel. Daar zit verbetering in. Daar zit zeker verbetering in. Als hij gewoon net een seconde meer de rust had gepakt en gewoon die paas goed had gegeven in de ruimte die er was. In plaats van toch proberen op het handje te spelen. Waar de verdediger op lag. Je hebt goed niks doen, niet op afgaan. Gewoon dit blijven doen. Goed zo. 7 seconden nog. Heel goed gedaan. Hij heeft nog 6 seconden, dus hij paast hem en dan is het een schot. Oh, vrije bal. Ja, niet in de... Hij geeft in de 6. Hij geeft in de 6 en hij fluit hem tegen. Ja, hij gaf hem niet aan. Hij gaf geen hand omhoog. Dat is altijd het teken van de scheidsrechter als de overtreding buiten 6. En de bal buiten 6 is, dan mag je hem in schieten. En de scheidsrechter gaf aan dat
één van de twee binnen de zes was. Dus een aanvallende fout. Acht seconden nog op de klok. Ze houden het spannend. Scheids vond niet dat hij hem aan had geraakt. Dat was een boeier! Nou ja, het is... hard kan het wel. Keeper wacht op de wissel. Heel verstandig. Ja, van mij neemt hij alle tijd, joh. Maar voor mij die bal 30 seconden houden. Ja. Hou die binnenkant, Ruben. Axel. Oeh, met de help van Jip. Hou die binnenkant, Axel. Hij schiet. Oh. Voorlangs. Dat is eigenlijk 2 meter. Ja, volgens mij was het via het blok en niet via de keeper. Oh, oké. Okay. Ik dacht via de keeper. Als het via de keeper is, dan is het een 2 meter. En als het via het blok is, dan is het een vrije bal. En volgens mij was het in het blok. Waarom loskomen? Oeh. Slingerworp. Beetje afzetten, maar maakt niet uit. Lauvie duikt. Scheidsgeeft ook aan van ga gewoon door, joh. Al dat geduikt, daar zijn deze scheidsrechters ook niet zo van. Dat is fijn. Hij doet rustig kijken. Gemond op de mid voor en een aanvallende fout. Blauw 12 hield met 2 armen, hield hij wit 13 vast. En daar komt rood voor de coach. Ja. Rood voor de coach. Het is wel jammer, want als je zo het veld bekijkt, dan zijn er een aantal spelers waar je gewoon aan wilt opzetten. Maar coach heeft aanhoudend dinges en hij wijft ook de scheidsen weg. Hij loopt wel voorbij de douches en voorbij de uitgang. Dat is een beetje curieus. Nog even een woordje wisselen. Eerste spullen, denk ik. Oh, die gaat zijn spullen rustig pakken. Het spel staat toch op pauze. Ja, hij pakt zijn tas inderdaad en dan gaat er vandoor. Hij heeft wel met enige regelmaat haalt hij rood. Die coach. Hij is er vandoor. En als hij uit de zwemzaal verwijderd is, kan het spel weer hervat worden. Een extra tegenslag voor de Venne, zou ik zeggen. Geen coach, geen instructies. Geen mogelijkheden. Daar hopen we op. Echt weer in de tweede lijn. Hij gaat kijk weer rond, denk... kijk rond. Waarom liggen we op eigen helft? Voor. 3. Hij gaat op de hele. Laatste minuut. Nee! Oh, scheids, laatste minuut! Scheids, laatste minuut! Scheidsrechter! Oh, scheids. Dat was echt een scheidsrechtersfout. Hij kreeg het laatste minuut signaal. En het is een... Oeh, goed herstel. Lange paas. Ja. 2-1. Stap door, Ruben. 1-0. Zou die weer een hartje laten zien? Boom. Ja. Oh, en weer een hartje. Ja. Ai. Hij doet alle het. Kijkers. Hij durft wel. Hij denkt, de eerste zat op de linkerpaal, dus hij schiet hem nou ook in die lange hoek. En dat werkt. Nog 35 seconden, Hugo. En 13-8. Ik durf bijna te zeggen dat onze mannen het in de zak hebben. Dat zeker, maar wat een wedstrijd. Statistisch kan alles nog, maar het is wel echt een mooie wedstrijd. Nou, statistisch kan niet alles nog. De Venne kan niet meer winnen, Thijs. Technisch kan het nog. Kijk, ze kunnen wel nog steeds dit soort mooie acties maken. En dan hebben ze 23 seconden. Jongen. Maar het is nou wel voorbij. Oh, Lars van Oosterbos. De tijd die loopt door, dat klopt niet helemaal. Thijs staat nu op 15 seconden in plaats van 23. Ik hoor het publiek van de Venne alleen maar roepen tijd. Maar ja, even realistisch hè. 13-9. Kijk, hij gaat al terug. 22 seconden. 4 doelpunten. Ja, als de mannen slim zijn, die houden die bal gewoon lekker bij zich. Speel maar, ik zou hem gewoon terugspelen. Maar Arthusen wil toch altijd nog net voor dat extra puntje gaan. Oh, en de winst hebben we al. Ja, dit is hem. Dit is nog eentje. Kijk. Nee, dit wordt hem niet nog een keer. Nee. Vrijbal mee, 5 seconden. En nu loopt 4. 4 seconden, ja, die gaat schieten. Hij schiet hem.
Nou, dat wil niet. Max maakt nog een hele mooie snoekduik maar het was om de overwinning te laten zien. Jeetje, wat een wedstrijd. Wij hier hebben het echt pintjes gezweet af en toe. Ja. Vooral de eerste drie padjes. Maar goede overwinning terecht voor onze mannen. Ja, wat kunnen we er verder van zeggen? Ja, eerlijk verdiend. Ja. Meer gescoord is winnen. Kampioenschap binnen, kunnen we dat zeggen? Ja, ze moeten niet verkloten natuurlijk. In de volgende wedstrijden. Maar dit was de laatste echte kanshebber. Waar ze nou van hebben gewonnen. En de nummers 2 tegen nummer 3, die moeten nog tegen elkaar. Ja. Dus, dat wordt nog een spannende. We staan 4 punten los. Ja, je zou maar moeten fluiten, joh. Dat is het spannendste van allemaal eigenlijk. Dat is het spannendste van allemaal. Dat wordt ook een clash. Wij praten nog even gezellig door. Totdat Patrick met het interview is. Ja, proost Thijs. Want dit is biertje waardig. Biertje waardig. Stond voor ons al klaar. Ons publiek heeft hier heel goed voor gezorgd. Voor ons in ieder geval. Maar goddikkie, wat een wedstrijd. Ja. Patrick gaat zo meteen interviewen met Mireille Klaasens. De coach van onze Arethusa mannen. Die net een goede overwinning hebben neergezet. Ja, wat kunnen we nog meer zeggen? Ja, niet zoveel. We hebben het meeste hebben we al gezegd. Het meeste hebben we zeker gezegd in deze korte tijd. Ik zit er ook doorheen. Ik ben een beetje op. Ja. Al die emotie vrij. Dat kan je wel zeggen. Wij gaan bier drinken. Oh, Max Meijer wordt geïnterviewd in plaats van Mireille. Ja, of eerst allebei. Onze keeper. Nou, wij geven de beurt aan Patrick. Patrick, veel plezier. Ja, dat was een hele stevige pot die we hier gezien hebben tegen de Venne. We staan hier met Max, onze keeper van hier 1. Het was wel een pittige pot, of niet? Ja, het was zeker werken. Ik heb gelukkig niet zoveel te doen als keeper in de zin dat het beuken is. Maar je ziet gewoon de jongens continu beuken. En de tegenstander wil ook wel fysiek spelen. Had veel man mee in de hoop ons gewoon kapot te maken. Ja, is niet gelukt uiteindelijk. Dus koppen goed bijgehouden. Ja, dat mag je zeker zeggen. Rustig beleven zelf. Hè. Je ziet dat ze ook met een volledig team hier naartoe komen. Volgens mij is dat ook wel gewoon om een stukje fysieker te spelen, denk ik. Precies, je moet ook wel tegen de koploper. Ik bedoel, dit is voor hun ook een belangrijke wedstrijd in het seizoen. Als ze deze winnen, dan komen ze in de buurt, hebben ze nog kans. Ja, nu eigenlijk niet meer. Dus we hebben er eentje weg. Nog één te gaan. Ja, want wat is de competitie verloopt nog voor jullie? Nou ja, we staan op de ranglijst 4 punten voor. Maar dat zijn 7 verliespunten op de nummer 2. De tegenstander was net de nummer 3. Die stonden er 8 achter, dus die hebben we nu op 11. Dus nog één moeilijke wedstrijd tegen nummer 4. En de rest zouden in principe wel haalbaar zijn. Dus goede stap gezet. Ja, heel mooi om te zien. Heb jij nog anders voorbereid op deze wedstrijd op bepaalde spelers? Ja, natuurlijk. Hun nummer 10, dat is hun topscorer. Die scoort, ik denk, ongeveer de helft van hun doelpunten. Maar deze keer werd ik heel goed geholpen door de verdediging. En eerlijk is eerlijk ook een beetje door de scheids, die hem weinig meegaf. Dus nee, happy. Hij heeft er denk 2 of 3 gescoord hooguit. Dus tevreden. Supermooi. Dankjewel, Max. Ik heb hier nog wat anderen om te interviewen, dus misschien wel leuk om iemand van de tegenpartij ook hier te hebben. Dankjewel. Leuk om jou even voor de camera te hebben met een sterke supportersclub bij jullie. Ja, zeker. We hebben menig mensen afgereisd hierheen. Dat is een mooie wedstrijd, bladenwedstrijd. Voor ons stond er weinig op het spel, maar we weten dat we deze gasten kunnen pakken. En we weten dat als we hierheen komen, dan wij hebben niks te verliezen en hun hebben wel iets te verliezen. Dus ja, weet je. Voor hun hingen meer af dan voor ons en we voelden die angst wel bij hun. En ze zakt op een gegeven moment in. Volgens mij kwamen we 3-0 achter en dan denk je eigenlijk van ja, die hebben ze in de tang. En volgens mij nemen wij de wedstrijd over, waardoor we voorkomen. Ik denk zelf een cruciaal moment in de wedstrijd is wel als met wij krijgen een 5 meter mee. Die missen we, die leggen we af, hun maken hem. En dan krijg je in plaats van dat je de aansluiter hebt of je staat gelijk, sta je 2 doelpunten achter. En dat gat kwamen wij niet meer te boven. En dan proberen we nog met individuele acties misschien wat doelpunten te zetten. Maar we verliezen hier ook op individuele acties gewoon 2 keer dan we hem makkelijk weggeven achterin. Ja goed, ons legioen die zal trots op ons zijn en we hebben Hiemstra meegenomen, dat is een van de basisspelers bij ons. Ja, die startte niet in de baas, waardoor we wel misschien weer de gelijktrekken maakten. Maar weet je, we hebben een mooie club, een mooi team en ik denk dat hun bang voor ons waren. En ik denk dat ze heel blij zijn als ze deze in de pocket hebben, dat weet ik al zeker. Dat weet ik ook heel zeker, want jullie staan derde geloof ik. Maar,
Ja, ik was er ook bij in jullie thuiswedstrijd tegen Arethusa en die wonnen jullie. Ik denk dat ze daar zeker wel even naar kijken. En dan komen jullie met een volledig team, ja, volgens mij met 13. We hebben niks thuisgelaten. We waren volledige oorlogsterkte. Gisteren een beetje anders getraind, om die gasten toch iets meer onder druk te zetten. Weten, hun hebben zoveel kwaliteit. En als we hun laten schieten van buiten de 6, dat is eigenlijk gewoon, die schieten zo met scherp die gasten. En ik kan weinig doelpunten herinneren van hun deze wedstrijd dat ze buiten de 6 een doelpunt hebben gemaakt. Dus daar hebben we goed onder controle gehad. Ja, dan verlies je hem af en toe hier op de midvoor. En, weet je, we verliezen misschien ook wel richting de arbitrage, als we ons toch een beetje laten opnaaien en gaan praten. En dat is allemaal niet nodig, dat is onnodig. En, ja goed, er zijn nog wel dingetjes waar wij aan kunnen werken, willen wij niets van nog promoveren. Dus, Hartstikke leuk dat we hier nog even voor de camera hier een livestream hebben. Dus ook jullie kunnen de wedstrijd nog terugkijken. Dus die komt online. Ja, nou, hey, dankjewel en geniet nog van dit weekend. Ja, dat verdient. Hè? Dankjewel. Hey, hier hebben we de coach van Heren 1, Mireille. Joop er niet bij en dan mag jij zo'n wedstrijd leiden. Hoe ging dat? Ja, de vorige keer natuurlijk ook en toen verloren we helaas. Maar vandaag hebben ze denk ik heel goed gedaan. In de eerste vooral in de tweede periode gingen we een beetje mee in hun spel en daar zijn we gewoon niet zo goed in. Dus wij moeten ons eigen spel blijven spelen en als wij op snelheid blijven spelen, hoog blijven liggen, slim om blijven gaan met de ballen, dan loop je vanzelf uit. Ze raakt uiteraard aan het einde enigszins gefrustreerd in de wedstrijd en die van ons bleven rustig en daar was ik heel tevreden over. Dus al met al een goede wedstrijd gespeeld. Blij met de punten. Ja, absoluut. Je ziet het ook in de peetjes, dat daar de Venne ook al voorliep. Veel overtredingen. Is dat dan dat je zo'n wedstrijd toch kantelt? Nou, ik denk dat zij, dat zij fysieker spelen dan wij. Wij lagen hoog en deze scheidsrechter floot voor het afhouden. En zij konden daar eigenlijk niet op schakelen. En dan deden wij iets handiger. We kregen ook wel wat ballen tegen die ik niet nodig vond. Van onze eigen spelers dan, moet ik zeggen. Hè. Dus we weten dat daarvoor dan gefloten wordt. Maar al met al denk ik gewoon dat wij cleaner gespeeld hebben. En dat vandaag wel beloond is. Het was mooi om te zien dat de spelers gewoon ook rustig bleven. En bleven ook elkaar vinden, overspelen en zwemmen, denk ik. En dat de omslag is. Wat staat nu nog voor jullie op komst? En wat is het, zeg maar, wat doet het met de stand? Ja, we staan ruim op kop. Dus we gaan uiteraard voor het kampioenschap. Ook in de komende wedstrijden nog. Dus, ja. Nou, dankjewel. En we gaan hem hier afsluiten, deze livestream. Ja, dankjewel kijkers. Hartstikke leuk dat jullie er weer bij waren. En ja, we gaan weer op naar onze laatste livestream die gaat komen. En even uit mijn hoofddoek, dat is dat 6 april. Maar dat zullen we zeker nog aan jullie laten weten. Dankjewel en tot een volgende keer.